Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Ik ben zo blij dat u mij allemaal nog kent. Mijn broer is grappenmaker, men noemt het ook al cabaretier. Vertel mij nooit een goede grap. Het is niet aan mij. Heeft u mij wel nodig voor een leuke avond? Nodig om te lachen geblazen. En mijn plaatsimitatie is de palm. Vanavond bij de AVRO, hoogtepunten uit het Nederlandse cabaret. Met commentaar van Jacques Kleuters en Kik van der Veer. Presentatie Roland Kooijmans. Vanavond in Andermans Veren zijn we allemaal een beetje ramptoerist. Samen met Kik van der Veer en Jacques Kleuters kijken we naar klein en groot drama in het cabaret. Soms is het een beetje om te grinniken, zoals bijvoorbeeld het ongelukkige leven van Hans Dorrestein of de zorgen van de man met de kroketten. Maar soms is ook het drama zo absurd dat een harde gelach eigenlijk niet te onderdrukken is. Dat hebben we meteen nog bij de eerste. Oh. Een legendarische dodenrit van Dr. Anders P. Leed wat je nauwelijks serieus kan nemen. Ja, maar wel zo serieus dat het een literair thema is. Want ik bedoel, in de geschiedenis van de laatste paar honderd jaar is dat thema, namelijk een slee achtervolgd door de wolven, waarin een gezelschap zich afvraagt van wie zullen we eens overboord gooien. Dat komt heel vaak voor. In de Russische literatuur in de 19e eeuw komt het regelmatig voor. Maar ook in de Nederlandse literatuur. En Dr. Anders P. was niet de enige in de Nederlandse literatuur die dat beschreven heeft. Nee. Denk eens aan Annie M. G. Schmid. Wie was er het eerste? Verder reden wij. Van wie is Dat is precies dezelfde situatie. Ja. Sledenlied. Maar ook komisch. Ook komisch, ja. Het is een heel mooi fragment van Dr. Anders P. Het is een optreden in Topop. Hij moet playbacken. Ja. En hij maakt prachtige, duidende gebaren bij het lied. Maar laten we er één ding bij zeggen. Ik weet niet of we hier Dr. Anders P. een erg groot plezier mee doen. Maar het is het lied geworden wat hij het meest is gaan haten. Want hij moest het iedere keer maar opnieuw zingen. Ja, en op een gegeven moment wordt dat, en het is een flinke lap tekst, je zal straks ook merken dat die teksten niet helemaal 100% bij hem inzit. Omdat Dr. Anders P. Geen playbackzanger is. Nee. Hij doet het iedere keer anders, hij neemt andere pauzes, hij zal nooit een lied precies hetzelfde zingen. Ja. En als hij moet playbacken heeft hij daar behoorlijk veel moeite mee, maar dat werkt erg bij aan het komische effect, vind ik. Oké, in de Topop studio, Dr. Anders P., de dodenrit. We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn op vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa, en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen, halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie al. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotr valt. De
dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, 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 al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geïnterdioos. Nog 52 verst en daar was laat een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruidig kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, ons is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Trojka hier, trojka daar. Ja, je ziet er veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar. Overal zit paardenhaar. Trojka hier, trojka daar. Steeds uit voorraad leverbaar. Trojka hier, trojka daar. Zachtjes stort de samovar. Trojka hier, trojka daar. Met een Slavisch handgebaar. Trojka hier, trojka daar. Doe het zelf met naald en schaar. Trojka hier, trojka daar. Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka daar. Twee halfom en één tartaar. Trojka hier, trojka daar. Een liefdadigheidsbazaar. Trojka hier, trojka daar. Hulde aan het gouden paar. Trojka hier, trojka daar. Oei, hoe zeffend staat gij daar. Trojka hier, trojka daar. Moeder is de koffie klaar. Trojka hier, trojka daar. Kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abattoir. Trojka hier, trojka daar. Basgitaar en klapsikaar. Trojka hier, trojka daar. Flink gebouwde weduwnaar. Trojka hier, trojka daar. Leef onze goede tijd. Jongen, jongen. Ja, en hier moest hij het land mee rond dan. Ja. Hoe hoog, hij kwam in de hitparade hiermee, hè? Je zag hem glunderen nog, hè? Hij kwam in de hitparade. Ja, mee. Het is een hit geweest. Ja. Het is een enorm leuk lied. Het is een goed lied. Maar het is ook wel voor hem een hele klus om het te doen. Ik snap het wel. Ja. Het is een lang verhaal. Hè? Maar probeer al die eindrijmen maar eens te onthouden. Ja. Er zit geen enkel verband in natuurlijk, hè? Ga naar het volgende drama. Dat is echt wel een serieus drama. Maar dan verpakt in een jasje van het Jordaanse levenslied. He, die goede, die oude, fijne Jordaan, maar ondertussen. Dat vind ik een heel goed lied. En dat was hun handelsmerk, om fel uit te halen op het podium. Robert Long die had het altijd in zijn beste nummers over huichelarij en hypocrisie. Hij vond het ook heerlijk om die zaal uit te schelden van jullie zijn een steltje huichelaars. Dat deed hij ook samen met Leen Jongewaard. Ja. Daar gingen de meeste nummers van Robert Long in die tijd over. Ja. Ik zei een week of wat geleden dat die Leen Jongewaard een ster was, hè? Sommige mensen hebben gezegd, nou overdrijf je dan niet een beetje. Maar ook in dit nummer weer zie je dus Robert Long, die brengt zijn tekst. En doet hij goed, kundige man, een mooie stem enzovoort. Maar je kijkt toch naar die kleine Jordanees die ernaast staat. Die ook weer zulke rare dingen uithaalt. Ja. In dat nummer ook hele vreemde lach erop eens. Ja, bijvoorbeeld. Ja, die lach is dus geweldig. Laten we eens gaan kijken. In die mooie, fijne Jordaan. Robert Long, Leen Jongewaard. Annie Joop. En zijn broers werd nooit aandacht geschonken. Zijn moeder die stierf reeds als kind. En zijn vader was werkloos en elke dag dronken. Omdat hij werkloos was en aan één oog blind. Vaak hadden ze samen slechts één droog stuk brood. Een schamel en kare bestaan. Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot in die mooie, in die fijne Jordaan. Toen Joop 16 jaar werd, ja, toen hij verjaarde, kreeg hij voor het eerst een cadeau. Een
het was slechts een klein hoop. Ja, het had haast geen waard. Maar oh, het ontroerde de jarige zo. Van niet van zijn vader of broers, maar van Nelis, de oudste zoon van tante Sjaan. Waarvan iedereen zei dat hij homoseksueel is. In die mooie, in die fijne Jordaan. Zo werden ze vrienden, want Nelis begreep hem. Iets wat er een ander niet deed. Nee, want iedereen zei in de buurt Nelis kneep hem. Wanneer hij de kans kreeg, meteen in zijn reet. Zo werd er gerold en ze werden verguisd. Toch bleven ze samen voortaan. Ze vonden een woning en zijn toen verhuisd. In die mooie, in die fijne Jordaan. Maar helaas bracht hun nieuwe huis niks dan ellende. De buurt, die wist al gauw het. Dus een steen door de ruit. En ik kijk dat ziende. Een pakje met stront. En een lijk van een rat. Toch bleven ze trots en ze hielden zich groot. Als mensen op straat bleven staan. En tegen ze riepen. Hey, smerige poot. In die mooie, in die fijne Jordaan. Maar toen... Op een morgen... werd Nelis gevonden. Hij bungelde aan het plafond. Hij had een stuk touw om zijn nek heen gebonden. Omdat hij gewoonweg niet verder meer kon. Dat mook hem altijd een familie geweest is. Dat toont dit verhaal wel weer aan. Maar ook wel dat mook hem soms heel klein van geest is. In die mooie, in die fijne Jordaan. Overigens, die hele Jordaan-mythe is voornamelijk in de populaire cultuur en in de populaire muziek opgebouwd. Het is natuurlijk op zich raar dat zomaar een wijk in Amsterdam in het hele land bekend is geworden als die mooie, die fijne Jordaan. En in de jaren 50, toen Johnny Jordaan plotseling uit het niks beroemd werd, dat was eigenlijk de top in het genre, van dat mensen dus een Jordaan gingen bezingen, die er eigenlijk al helemaal niet meer was. En dit moment eigenlijk met Leen Jongewaard en Robert Long, is het doorprikken van die mythe geweest. En is het duidelijk maken van, misschien wel voor sommige mensen, maar voor andere mensen helemaal niet, die mooie, fijne Jordaan. We gaan naar de volgende. Een hele bekende conferentie. Klein Leed, de man van de koffiekamer, de man die de kroketten moest verkopen, van Wim Sonneveld. Je kan je zo voorstellen dat Wim Sonneveld zo'n man ook ontmoet heeft. Is dat ook dat zo gebeurd? Dat kan je je voorstellen, maar het is een verhaal van Simon Carmichelt. Ja. Het was in de tijd dat Carmichelt lezingen hield. Dat deed hij eerst nog samen met Annie Schmid. Op een gegeven moment ging hij dat ook alleen doen. Wat voor lezingen? Las hij voor het eigen werk, in het land. Ja. En hij had een verhaal over die koffieman, die man van de koffiekamer. En Sonneveld die vroeg aan Carmichelt, wil jij een tekst voor me schrijven, een conferentie? Dus gaf hij dus dat verhaal. En Sonneveld die las het, die zag er eigenlijk niet zoveel in. En toen zei Carmichelt, hier lachten ze. En hier lachten ze, en hier moeten ze lachen, en daar moeten ze lachen. Bij mij. Om vooraf aangeven. Bij mij. Ja. Hij onderstreepte het in de tekst. En Sonneveld ging het doen.
verdomd, het klopte. Precies op die momenten. En toen is Sonneveld dat gaan doen. En die is er later een heleboel bij gaan maken. De hoektanden bijvoorbeeld. De S wil niet meer lukken. Want de hoektanden, die is bijvoorbeeld van Sonneveld. En Carmichelt was zeer aangenaam verrast. Na een aantal weken, toen hij dat weer terug zei. Ja, god, het is een heel ander verhaal geworden. Wat er met zijn tekst dus gebeurd was. Ja. De man van de kroketten, Wim Sonneveld. Meneer Sonneveld? Ik zeg ja, meneer. Kan u mij misschien ook zeggen hoe laat het pauze is? Zeg nou, meneer, ongeveer een uur en een kwartier na aanvang. Oh, dank u wel, meneer Sonneveld. Nou, meneer Sonneveld, zal mij benieuwen. Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar als meneer het doet, maar ik bedoel de consumpties. Kijk eens, meneer, mag ik even van uw tijd roven? Gaat u rustig door, hoor, met kleuren, hoor. Ga rustig door met kleuren. Kijk eens, meneer Sonneveld, ik zit nou 29 jaar in dit vak, meneer, en je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Dan heb ik 400 man in huis en dan mag ik toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is toesjoer, strijk en zet hetzelfde, 400 man, 200 koppen koffie. Of zoals dat bij ons in het bedrijf heet, 1 op 2. Waar u? Behalve, meneer Sonneveld, als er op het toneel iets gegeten of gedronken wordt, want dan zet ik het dubbel om. Ja, meneer, hoe gaat dat? De mensen in de zaal die zien op het toneel iets eten, die krijgen zelf ook trek. Ja, en het wordt dan in de pauze al direct vragen om gevulde koeken, spritsen, kano's. Wauw. En dat is dan binnen 10 minuten nijverkopen geblazen. Ja, maar nou zou je toevallig 200 spritsen in huis halen. Nou, wanneer kun je ze de volgende dag wel aan de kat opvoeren als er een drama geweest is? Ja, want na iets droevigs wordt er namelijk niet gegeten, ziet u. En daarom had ik een klein verzoek. Zou u op het toneel iets kunnen nuttigen? Ik zeg, meneer, doe een lol. Oh, even goede vrienden hoor. Mag ik nog even van uw tijd erover? Kijk eens, meneer Sonneveld. Neem dan bijvoorbeeld de kriketten. Ik zeg, waar hebben u het nou over? De kriketten. U weet zeker niet voor wie u speelt vanavond. Ik zeg, nee, meneer, dat weet ik nooit. U speelt voor het nut. Maatschappij tot nut van het algemeen, dat wist u niet, nou meneer, schrikt u dan niet, er zitten maar 200 personen in de zaal, meer leden hebben ze niet, maar een publiek, meneer Sonneveld, ik mag wel zeggen de wienvleur van Amstelveen, hoor. Ja, en hoofdzakelijk notabelen. En u weet, meneer, notabelen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar, advocaten, doktoren, tandartsen, enfin, kleine zelfstandigen, nietwaar. Kijk eens, meneer, die mensen die hebben vaak niks of weinig gegeten als ze bij mij komen zitten, want die leven ongeregeld. Dus wat doe ik, meneer? Als ik 200 notabelen in huis heb, dan laat ik de slager 100 kriketten brengen. En die gaan grif op, meneer. Die leggen dan beneden in de koffiekamer in het vet te pruttelen. Dan kom ik door de koffiekamer en dan denk ik bij mijn eigen... De notabelen zijn er weer. Kan ik nog even van uw tijd roven? Meneer Sonneberg, meneer Sonneveld, gesproken. Meneer Sonneveld, wat gebeurt mijn 8 weken terug? Sorry hoor. 8 weken terug, meneer Sonneveld. Ik heb de notabellen weer in huis. De kriketten trouwens ook. Op het toneel, meneer, neemt een dokter plaats. En deze man... Deze figuur, mag ik wel zeggen, die gaat me daar een lezing zitten houden, meneer, over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is niet eens het erge, meneer, maar de man vertoont er lichtbeelden bij, meneer Sonneveld. En daar verschijnen achtereenvolgens op het witte doek afgrijzelijke sferen. Zulke grote overwonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag gaan we kriketten. Meneer, ik ren naar het toneel en ik roep van opzij van het toneel tegen die dokter. Pssst. Ik roep nog. Pssst. Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. Ik roep tegen die dokter, hey dokter, denkt u een klein beetje aan de kriketten? Maar ja, meneer, wat wil u, een eigenzinnig type? Gaat ijzerreinig door, weer een sfeer op het doek.
Meneer, ik ren naar de koffiekamer. Ik zeg tegen de ober, Jan doet vuur maar uit onder de kriketten. Dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er 8 verkocht. 8, met allebei deze handen heb ik 8 kriketten verkocht. Ik bleef met 92 kriketten zitten. En wat doet een man met 92 kriketten? Wat zegt u ze zelf op, Peter? Ja, kom nou. Ik heb als kind al zo geleden, meneer. Mijn vader zat ook in dit vak, meneer. We zaten thuis om de havenklap koude kriketten te eten, meneer. Ach, meneer, ik weet het toch. Dagen achter elkaar zit je slaatjes te eten. Broodjes met rosbieven kwam je in je strot. En die 92 kriketten naar mijn eigen kinderen opvoeren. Nee, daar waag ik mijn jongens niet aan. Daarom zeg ik, neem maar niet kwalijk dat ik even van uw tijd geroofd heb. Daarom zeg ik, het zal mij benieuwen. Toen ik hem na de pauze even opzij zag staan, deed ik zo tegen hem. En toen riep hij terug, alle 100 verkocht, meneer. En hij slofte terug naar de koffiekamer. Een schitterende conferentie. Ja. Alleen die slotregels heb ik ook altijd een beetje storend gevonden, want die zijn te literair. Dat is Carmichelt. Dat is echt een slotalineantje van Carmichelt. Ja. En dat is ook wel mooier. Ja, maar het past niet op de een of andere manier in cabaretconferentie. Goed, dat was Sonneveld. Ja. We hebben het over grote klein drama. Een tragisch leven is zo ongeveer het handelsmerk van Hans Dorrestein. Hij is gewoon leed. Met ja, alles wat hij doet. Ja, maar weet je, ze zegt, nou ja, op het toneel. In zijn privé hoeft dat natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar hij heeft een figuur in het cabaret op het toneel gecreëerd van een incapabel mens. En dat is leuk. Nou, is een van de dingen die je nooit moet doen in het theater, is zelfbeklag. Dat is verschrikkelijk. Zelfbeklag, daar houden mensen niet van. Maar Dorrestein doet niet anders dan zelfbeklag. Alleen overdrijft hij het zo ontzettend sterk. Dat het niet kan. Ja, en dat hij het verteerbaar maakt. En dan wordt het dus leuk. Ja. Het is een jagerslied van hem. Ja, dus zelfs de natuur komt in opstand tegen Hans Dorrestein. Dat wordt hem niet bespaard. Ik heb zelfs hertjes. We hebben een voorpret. Hans Dorrestein met het jagerslied. Ik ging een dag uitjagen, al met mijn schietgeweer. Ik ging een dag uitjagen met mijn hoedje met een veer. Mijn hoedje met een veer. Al dus zou ik gaan jagen op het land. Maar toen kwamen er 2 haasjes aan die beten in mijn hand. Die beten in mijn hand. Toen kwam er nog een eekhoorn die trok me aan mijn haar. Van overal loerde het gevaar. Het leven van een jagersman is beslist geen grap. Vanuit het dichte struikgewas gaf een bambi me een trap. Een hertje me een trap. Ik zit vol met blauwe plekken en hier en daar een bult. Met wilde woeste dieren is de natuur gevuld. Oh help, heb je ook nog een wandelende tak? Ik ging een dag uitjagen, maar ik doe het nooit weer. In een stil en donker hoekje hangt het hoedje met de veer. Het hoedje met de veer. Poep, 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 poep. Ja, nou ja, zelfbeklag, maar het is vooral zelfspot. Ja. En dat is iets wat heel veel mensen niet aan toekomen. En de volgende die we hebben, dat is ook meteen de laatste. Zonder humor. Serieus leed. Jasperina de Jong bezingt het verdriet van een vrouw die net verlaten is. Ja. Van wie is dat nummer? Het nummer is van Ivo de Wijs. Hè? Ivo de Wijs. Ja. Ivo de Wijs en de muziek is van Joop Stokkemans. Echte blues. Mm-hmm. En het komt uit een programma dat Jasperina de Jong begin jaren 90, eind jaren 80 deed. Dat heette Tour de Chant. Wel opvallend eigenlijk dat een man een lied schrijft over een vrouw die net verlaten is. Ja, dat kan Ivo, die kan dat heel goed. En iemand als Peter van Straten, die kan dat ook zo verschrikkelijk goed in Vrij Nederland. Die verplaatst zich dus helemaal in die Agnes iedere week. Ja. Je kan je bijna niet voorstellen dat er een man geschreven is. Zo goed vind ik dat Peter van Straten zich verplaatst in Agnes. En Ivo de Wijs, die kan dat ook heel goed voor vrouwen. Ivo heeft voor meer vrouwen geschreven, schrijft ook voor Jenny Arian. Mm-hmm. Kan hij heel goed. Laat maar gezien. Wie zegt me dat ik lachen moet? Jasperina de Jong. Hier zit ik in de nacht te drinken van mijn slag, te raden wat me lacht en te vloeken naar de klok. Hier zit ik in de
te graven in de poel van verloren en voorbij. Te zoeken naar gezichten die ik niet meer zal zien. Te graven naar gedichten met een beetje troost misschien. Wie zegt er dat ik lachen moet? Hier zit ik bij de lamp, verloren in de tijd, van raadsel over ramp en van wanhoop over spijt. De fouten van weleer, de misslagen van toen, ik maak ze morgen weer. En wat kan ik er aan doen? Ik heb zoveel momenten in gemakzucht laten gaan. Dit is de nacht, dit is de nacht van weeg en week. Wie zegt dat ik lachen moet? Ik. Jaspreen de Jong, 1991 in het Concertgebouw in Amsterdam met het Metropool Orkest. Dat was meteen ook het laatste fragment van deze uitzending. We hebben nog wel een kijkersvraag voor u. Een van de goede inzenders krijgt deze ja-zuster, nee-zuster koffer. En de vraag luidt, Dr. Anders P., met wie we begonnen deze uitzending, is een pseudoniem. Wat is de echte naam van deze tekstdichter? Stuur uw oplossing graag binnen een week naar AVRO's Andermans Veren. Postbus 2050 1202 AD in Hilversum. Dit was het voor vandaag. Dankjewel, Jacques Peuters en Kik van der Veer. Andermans Veren is er ook op de radio elke zaterdagmiddag om 6 uur. En dan wordt het gepresenteerd door Kik van der Veer. Wij zijn er weer volgende week. Graag tot dan.